Goedemorgen, hierbij een instructievideo over het gebruik van Ginzy thuis. Ginzykids.com werkt het beste via Google Chrome, dus deze. Via Internet Explorer kan het zijn dat je nog wel eens vastloopt. Dus allereerst vullen wij het adres in, Ginzykids.com. Ik kom dan... waarschijnlijk, ja, bij mij. Oh. Even kijken. De kinderen komen dan hier. En zij hebben, als het goed is, hun gebruikersnaam en de code. Die weten zij en daarmee kunnen zij inloggen. Wat zij dan te zien krijgen is, is dit. En... voor rekenen en spelling, daarvan zet ik elke dag de les open die zij ook in hun schrift of werkboek moeten maken. Dus bijvoorbeeld voor rekenen was het vandaag blok 8, les 1. Dan moet ik zelf even inloggen. Ja. Dan kijk ik even bij de leerlingen wat zij dan te zien krijgen. Dit is wat de leerlingen dan te zien krijgen. Vandaag dus bijvoorbeeld blok 8, les 1. En dat zie je hier. Dit is blok 7, week 1 en hier staan de lessen. Wat ik open heb gezet is de toets van blok 7. Die zouden we eigenlijk, die zouden we eigenlijk nog moeten doen. En dit is gewoon om wat extra te oefenen uit het vorige blok. Maar waar het om gaat is deze. Dus blok 8, week 1, les 1 voor vandaag. En vanmorgen zet ik dan bijvoorbeeld de les 2 open. Dit is gewoon om extra te oefenen. En sommige kinderen vinden het leuk om dan online ook iets te maken. Start hele les. Nou, dit doen ze op, in de klas ook. Dus ze weten verder wel hoe dit werkt. Dit is hetzelfde voor spelling. Spelling. Voor spelling zijn we bezig met blok 6. Even zoeken. Blok 6, les 1. En ik heb voor van het vorige blok heb ik ook de dictées opengezet, zodat ze thuis kunnen kijken van of ze het vorige blok een beetje goed nog weten. Dit kunnen ze ook zelf maken. Hier hebben ze een koptelefoon bij nodig of je kan gewoon de luidspreker aanzetten. Wat er verder nog open staat, zijn deze werelden. Dat zijn de ronde. De ronde icoontjes. Hiermee kunnen zij zelf oefenen wat zij nog moeilijk vinden. Nou, het getalbegrip, dus dat is gewoon waar staat een getal op de getallenlijn. En de rest spreekt voor zich. Als je dat aanklikt, dan kan je ook nog kiezen, bijvoorbeeld bij tijd en datum, waar je dan nog extra mee wil oefenen. Dit geeft aan hoeveel de kinderen dit al hebben gemaakt met andere opdrachten. Dus ik kan dat zien. Welk kind wat nog moeilijk vindt. En hoe meer opdrachten je doet, hoe duidelijker dat beeld van mij wordt. Wat een kind al kan en wat nog het moeilijk vindt. Even kijken. Voor de taken. Hier heb ik verschillende trainers aangezet. En dit is ook om extra te oefenen. Dit is bijvoorbeeld als iemand nog wat extra wil oefenen met maten. Dus dat is deze. Dit is optellen, aftrekken tot 100. Door het tiental heen. Klok kijken en tafels. Oh, en ook spelling nog. Dat zijn dus ook trainers die, waarmee de kinderen zelfstandig kunnen oefenen. Nou, verder.
wat kinderen van mij in de klas dan soms mogen doen. Als ze klaar zijn, hebben we hier oefenspelletjes. Dit zijn dan spelletjes waarmee ook nog iets geoefend wordt. Bijvoorbeeld taal of rekenen. En dit zijn echt spelletjes gewoon omdat het leuk is. Ja, mocht je hier nog vragen over hebben, dan hoor ik dat graag. En als je je inloggegevens niet meer weet, stuur mij dan een berichtje en dan kan ik die gewoon naar je opsturen. Tot zover de uitleg over Ginzy Kids. Succes!